In de Barendrechtse wijk Paddewij worden de zolders van 169 huizen onderzocht op asbest. De bewoners mogen daar, tot de zolder is gecontroleerd, niet meer komen. Woningbouwvereniging Patrimonium denkt half februari alle huizen te hebben gecontroleerd. Het asbest werd ontdekt bij een steekproef in een van de woningen omdat de huizen in de jaren 60 zijn gebouwd. Toen werd asbest nog veel gebruikt in de bouw. Om hoeveel asbest het gaat, is niet duidelijk. Dat verschilt van woning tot woning. Bij sommige woningen zullen we misschien niks aantreffen. Bij sommige woningen wat meer. Maar het is veroorzaakt door een plaatje wat vroeger onder de cv-ketel heeft gezeten. Dat plaatje is verwijderd en daar zijn in sommige woningen asbestresten bij achtergebleven op de zolder. De bewoners zijn geïnformeerd per brief. Tot de controle mogen de bewoners uit veiligheidsoverwegingen niet op de zolder komen. Toch maken de meesten zich geen zorgen. Ik kom al 14 jaar op zolder en dan nu ineens niet meer. Dat vind ik eigenlijk een beetje onzin. En zolang je niet zaagt en timmert eraan, dan zal het nog wel meevallen, heb ik begrepen. Dus nee, echt zorgen maak ik me niet. Ik sta er maar niet bij stil. Nee, als je dat gaat doen, dan... Nee, de voorjaren niet meer lekker, denk ik. Mocht er asbest worden gevonden, gaat de woonvereniging aan de slag. Wij gaan het zo snel mogelijk verwijderen. Dat zal dan ook gebeuren door mannen in van die witte pakken. En dan zorgen wij ervoor dat de woning weer zo snel mogelijk veilig is. En dat de zolder dan ook weer wordt vrijgegeven. Voor nu worden 169 woningen onderzocht. Volgens de woonvereniging kan het maximaal om 2000 huizen gaan. Hoewel de stormschade in ons gebied beperkt is gebleven, kreeg de kerkraad van de Molukse kerk in Krimpen aan de IJssel de schrik van hun leven. In de loop van de avond waaide plotseling een deel van het dak van het gebouw eraf. Net op het moment dat de kerstspullen werden opgeruimd. Ineens hoorde ik een... Het leek net alsof er iets wat weggerukt, maar een enorme windvlaag. Dat kon je wel horen. En dan op een gegeven moment zag ik gewoon... Iets hier gewoon voorbij flitsen. Jacob Matahelu Muhal was gisteravond samen met andere leden van de kerkraad in het gebouw aanwezig om de kerstversiering op te ruimen. Halverwege de avond trok de eerste grote storm van het jaar over de regio. En dat zorgde ervoor dat delen van het dak van de Molukse kerk aan de Patrijzenstraat wegwaaiden. Pas toen ik buiten was en zag wat er allemaal wat er lag... Toen ging er wel een enorme, zeg maar, angst ook van, gelukkig dat het niet naar binnen viel. In de buurt raakten een aantal auto's beschadigd door de rondvliegende dakplaten. De opluchting was dan ook groot, toen bleek dat niemand gewond was geraakt. Als dit nou iemand was overkomen, ja, dan denk ik, dat blijft je gewoon jaren bijstaan, denk ik. Dat is onvoorstelbaar. Inmiddels zijn de dakplaten opgeruimd. Hoe groot de schade is aan het kerkgebouw is nog niet bekend. De Molukse kerk heeft al langer problemen met het gebouw, maar had dit niet aanzien komen. Eigenlijk hadden we niet verwacht dat dit zak zou zijn. Dit gedeelte juist niet. Het is juist dat laagzittende gedeelte waar het meeste water in kan vallen. Dat was het eigenlijk gevaarlijk. Want daar heb je ook wat lekkages af en toe. Maar dit gedeelte, dat was niet aan de orde geweest. De kerkraad hoopt nu snel een tijdelijke locatie te vinden, zodat er geen kerkdiensten afgelast hoeven worden. En de gemeente Krimpen aan de IJssel heeft vandaag ook een controle uitgevoerd in de Molukse kerk. En daarbij is het vermoeden ontstaan dat er zich asbest bevindt in het gebouw. De kerk is daarom, zolang het onderzoek hiernaar loopt, volledig buiten gebruik gesteld. Dit zijn wel de dingen die je voor een wedstrijd zoekt. Dat zijn die buitenbeentjes. De gemeente Spijkenisse wil alle plantenbakken in de stad door bewoners laten onderhouden. Als dat niet gebeurt, haalt de gemeente de bakken weg. Wie het groen in de straat wil behouden, moet dus schoffelen. Aan de Baarsveen in Spijkenisse moeten de bewoners nog wennen aan het idee. Toch is er enthousiasme om ook dit stukje grond zelf te onderhouden. Oh ja hoor, dat vind ik helemaal niet erg, ja. Een paar leuke plantjes erin, boompjes erin en met de kerst een kerstboompje, een verlichting, ja. Bij de bewonersorganisatie wordt er heel anders over gedacht. Nee, want ik bedoel, waar slaat dat op? Hè? Het waren mooie plantenbakken, maar met de bestrating hebben ze dus dat allemaal veranderd.
De wethouder gelooft in eigen verantwoordelijkheid en zet de plannen om de bewoners zelf te laten schoffelen door. Het is gewoon een betrokkenheid van de buurt bij je eigen omgeving. En gaat dat lukken? Ja, dat lukt op verschillende plekken prima. Maar dat heeft nogmaals te maken met het enthousiasme van de bewoners die daar aanwezig zijn. Binnenkort moet heel Spijkenisse dus aan het tuinieren. Zo niet, dan haalt de gemeente de plantenbakken weg. Heeft u groene vingers? Ja, ik ken wel. Kan u lekker schoffelen? Ja. Ik denk dat toch niet gaat gebeuren. Gaat niet lekker schoffelen in eigen tuintje? Nee, daar veel te weinig tijd voor. Ik kijk, waarvoor moet ik het onderhouden? Ik betaal al genoeg aan de gemeente. Ik woon vlakbij de Maasboulevard en daar staan plantenbakken, ja. Moet u zelf gaan onderhouden, hè? Nou, ik dacht het niet. En ook aan de Baarsveen moeten ze het eerst allemaal nog maar eens zien. Als de mensen dat zelf moeten bij gaan houden, ik denk niet dat het lukt. Heeft u vertrouwen in de buurtbewoners? Ik heb wel vertrouwen in de buurtbewoners, ja. Moet het toch lukken? Zeker wel, ja. Ik weet het niet. Als de mensen daar niet het enthousiasme hebben om die plantenbakken zelf te onderhouden en het gaat er niet uitzien, dan gaan ze allemaal weggehaald worden. Met de maatregel hoopt Spijkenisse 50.000 euro te besparen. De Rotterdamse oliebollenkoning Richard Visser is nog aan het bijkomen van de nieuwjaarsdrukte. En er wacht hem alweer een nieuwe verrassing. Zijn oliebollenkraam, waarmee hij 8 keer de AD-oliebollentest won, is nu ook in het klein te bewonderen bij Rails Mini World. Richard Visser ging vandaag zelf zijn nieuwe minikraam inspecteren. Tot op het kleinste detail is de oliebollenkraam van Richard Visser nagebouwd. De miniatuurversie is gemaakt in een schaal van 1 op 100 en valt bij de oliebollenkoning duidelijk in de smaak. Het ziet er waanzinnig uit. He, dan koksmutsje op of wat het is en je bakkersjasje aan. De originele versie staat al jaren aan de Heemraad-singel. Op het eerste gezicht lijkt de mini-versie sprekend op het origineel. Toch ziet de oliebollenkoning een verschil. En de oliebollen, hoe zien die eruit? Ja, een beetje klein. Het is een beetje aan de krappe kant, hoor. Zouden ze net zo lekker smaken? Nou, ik denk dat ze zwaar op de maag liggen, die plastic balletjes. Het is alleen, nou, dan moet er nog een rijtje komen met mensen. Want ja, met Oud en Nieuw staat daar natuurlijk een rij. Die hoort erbij. En dus gaat de modelbouwer bij Rails meteen aan de slag. Na de 8e overwinning kon de kraam van Visser niet ontbreken in de Rotterdamse miniatuurwereld. We hadden zoiets eigenlijk heel spontaan besloten van, nou, we gaan gewoon binnen 2 dagen dat ding bouwen. Dus onze modelbouwer is zelfs ziek uit zijn bed hierheen gekomen om hem te bouwen. Maar niet voor niets. De bezoekers weten de nieuwe aanwinst te waarderen. Ja, natuurlijk. Dat is Richard Visser's oliebollenkraam. Volgens mij de beste bakker, oliebollenbakker van Nederland al 8 keer volgens mij. Dat soort dingen maken het natuurlijk net een beetje speciaal. Hè? Al die herkenbare dingen en hij is daar één van. Ondertussen hebben de maquettebouwers hun best gedaan en staat er binnen enkele minuten een heuse rij met mensjes. Het lijkt er meer op, hè? Het is wel leuk. Bij ons staan er altijd klanten, dus ja, als er dan geen mensen staan is het zo kaal. Liefhebbers hebben nog tot eind januari de kans om een echte grote oliebol te scoren aan de Heemraad-singel. Daarna wordt de kraam daar weer weggehaald. Maar in Rails Mini World staat hij natuurlijk het hele jaar. Ja, en dat was een kampioen uit 2011. 2012 wordt een jaar dat ons ook een hoop kampioenen kan opleveren. Niet alleen in de sport, maar ook in het koffieschenken. Koen van Sprang van de Rotterdamse espressobar Lepkoff werd vorig jaar Nederlands kampioen barista, zoals dat heet. En in juni van dit jaar doet hij een gooi naar de wereldtitel in Wenen. Voor Koen van Sprang is koffiezetten geen baan, maar een wetenschap. Hoeveel gram koffie moet er in het espressoapparaat? Hoeveel milliliter water moet daar doorheen sijpelen? En in hoeveel seconden? En welke machine gebruik je? En welke bonen? We gebruiken hier ons eigen houseblend. Sinds kort op de molen. Dat is een 80% Brazilië, 20% Nicaragua. Nicaragua koffie, nou, vers gebrande koffie. En dan heb je prima koffie voor de consument. Maar bij een jury op een WK moet je met heel andere koffie aankomen. Het is de bedoeling dat je de koffie omschrijft die je meeneemt in smaak. En als de jury dat ook daadwerkelijk proeft, dan krijg je daar de hoogste waardering voor. Daarnaast is het wel de bedoeling dat je de jury prikkelt. En mijn bedoeling is altijd geweest om de jury iets nieuws te leren of iets te laten zien vanuit een ander oogpunt of een ander inzicht. En dat valt natuurlijk niet mee bij een jury die alles al heeft geproefd. Op het vorige WK in Colombia werd Nederland vertegenwoordigd door Yacoub Aydin, die er 9e werd. Dat was al een knappe prestatie, maar Koen van Sprang denkt dat het nog wel beter kan. Het nieuwe kampioenschap is pas in juni, maar nu al is Van Sprang bezig met het uitzoeken van de juiste koffie. Dat doet hij bij zijn importeur in Amsterdam, waar exotische bonen worden gemalen, geroken en geproefd.
Je beoordeelt die koffie op een aantal manieren. Op de droge geur, op de natte geur en op de smaak. Dus het is voor mij ook een beetje koffie verkennen. Ja. Interessante koffie, hè, hoor. Ja. Zo, die ziet iets kruidigs in. Ja, het doet mij heel erg denken aan... Aan wat? Aan aardbeien bubblegum. Ja. Ja, nu heb je eigenlijk een idee van waar de koffie naartoe gaat. Je hebt de droge aroma's geroken, je hebt de natte aroma's nu geroken. En dan nu komt het daadwerkelijke proeven. En dan kijk je of die koffie, zeg maar, wat hij belooft, of hij dat ook gaat waarmaken. Voor het proeven moet de koffie worden verneveld op de tong. En daartoe wordt er flink geslurpt. Ik vind deze ook echt lekker, Theos. Nog een half jaar heeft Koen van Sprang om de perfecte koffie te vinden. En die tijd heeft hij hard nodig. Het zou het mooiste zijn als we in februari alle koffies hier binnen zijn. En uiterlijk maart daar de knopen ervoor door kunnen hakken. Nou, daar streven we naar. Zodat we het langst de tijd hebben om al die, ja, om ze op verschillende manieren te branden. En dan nog verschillende manieren te zetten. En de koffie, de gebrande koffie te proeven na 12 dagen, na 13 dagen, na 15 dagen, na 18 dagen. Zoals gezegd, het is wetenschap. Maar wel een aangename wetenschap. Jezus man, dit is toch heerlijk. Ik word hier echt helemaal geil van. En in een langere versie van deze reportage op onze website ziet u onder meer wat Koen van aardbeienkoffie vindt. En morgen kijken we vooruit naar de onthulling van een monument ter nagedachtenis aan de treinramp bij Harmelen. Dat was in 1962. En voor de sport gaan we naar de Kuip, want daar staat de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord op het punt te beginnen. Sinclair Bisschop is daar ook. Sinclair, wat gaat er verteld worden? Nou, de algemene directeur van Feyenoord, Erik Gudde, zou om 5:00 begonnen zijn aan zijn nieuwjaarstoespraak. Maar het is, misschien kan je dat zien, erg druk hier. En dus is dat allemaal verlaat naar 5:30. Maar ik sprak Gudde al een paar minuten geleden. De algemeen directeur van Feyenoord, ja, veel beste wensen. Het moet een mooi jaar voor Feyenoord gaan worden. Nee, ja, dat klopt. Beste wensen aan. Nee, ik hoop ook dat het inderdaad een heel mooi jaar gaat worden. Kijk, dan komt mijn collega van de hockeybond, Johan Wakkie, alle beste wensen. Wij sportief en financieel hoop ik dat wij dusdanige stappen gaan maken in het verlengde wat we de tweede helft van, of de eerste helft van dit seizoen hebben gedaan. Waardoor 2012 inderdaad het jaar gaat worden, worden definitief een stap gaan zetten naar financiële veiligheid, categorie 2. En sportief de lijn doortrekken die we nu hebben gedaan. In het verleden waren er op nieuwjaarstoespraken nog wel eens grote verrassingen met spelers of zo. Kunnen we daar ook nog iets leuks verwachten? Nee, volgens mij als je de laatste 4 jaar mijn nieuwjaarstoespraak komen, dan is dat geen kwestie van verrassing. Dat heeft te maken dat op het moment dat wij nieuws hebben, brengen we het sowieso naar buiten toe. En we gaan dat niet opzitten zout en potten tot aan nu. En Sinclair, het eerste elftal van Feyenoord is vandaag weer begonnen met de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Ja, trainer Ronald Koeman die was bij de bijna fitte selectie begonnen aan die tweede seizoenshelft. Geen Kai Ramstein, die is natuurlijk al langer geblesseerd, maar wel bijvoorbeeld Gilles Swets. En wie er natuurlijk ook niet bij waren, waren de twee spelers die deze winterstop Feyenoord hebben verlaten. Bart Schenkenveld, hij is verhuurd aan Excelsior. En Diego Biseswar, hij is vertrokken naar het Turkse Kayserispor. Zo'n 300 fans waren op de eerste training afgekomen om de spelers een gelukkig nieuwjaar te wensen. Daarbij ook John Guidetti. De spits staat nadrukkelijk in de belangstelling van onder meer het Spaanse Espanyol, maar wil zelf het liefste bij Feyenoord blijven. Ook Karim El Amadi meldde zich vandaag, maar de Marokkaan voegt zich zaterdag bij het Marokkaanse elftal dat mee gaat doen aan de Afrika Cup. Op Varkenoord liet trainer Ronald Koeman ook Anas Atjabar en 5 andere jeugdspelers meetrainen. Zaterdag spelen zij met Feyenoord nog een oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels en vliegen daarna met de selectie mee naar het Spaanse Marbella voor een trainingskamp. Ja, dan is het vandaag natuurlijk een jaar geleden dat Koen Moulijn overleed. En vanavond is er een herdenking.
Ja, en ik denk dat Erik Gudde straks in zijn nieuwjaarstoespraak daar ook nog wel het een en ander over zal gaan zeggen. Maar er is straks een mooie actie van de supportersvereniging van Feyenoord. Want de supporters gaan een mars houden vanuit Varkenoord richting het standbeeld van Koemelijn. Dat zal om 8 uur zijn. En dat standbeeld van Koemelijn staat natuurlijk voor de Kuip. En tot zover Sinclair. Dankjewel. Zometeen, na het uitgebreide weer, is het tijd voor aanpakken. Dit keer gaat het over de gegevens van onze voorouders, die nauwkeurig zijn opgeslagen in het gemeentearchief. Sander de Kramer is nieuwsgierig en onderzoekt wie de opa van zijn opa's opa was. Het beroep van Jan Hendrik Dissel was sjouwer bij de keizerlijke marine. Ja. Want in 1811, de keizer, was Napoleon op dat moment. Wauw. Ja. Zo heb je zomaar een link tussen jou en Napoleon, om maar ongelooflijk snel te zeggen. Ja, dat straks na het uitgebreide weerbericht in aanpakken. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie en leuke dag toe. Dag.